Er moet betere wetgeving komen over jongerenrechten voor het creëren van een gezonder milieu voor jongeren. Aansluitend hierop zegt Joey Lansdorf, seksuele jeugdvoorlichter, dat er niet alleen geconcentreerd moet worden op het geven van seksuele voorlichting. Integendeel moet er ook worden gewerkt aan de overige ondersteunende factoren die ervoor zorgen dat jongeren zich veilig, vrij, gehoord en beschermd voelen over hun seksuele, reproductieve en gezondheidsrechten, stelt de jeugdvoorlichter. Als we de wetgeving aanpassen, zodat jongeren bijvoorbeeld wel toegang hebben tot deze voorbehoedsmiddelen, dat we deze voorbehoedsmiddelen toegankelijk maken, op plekken zetten waar de jongeren wel gaan en ze wel willen en kunnen nemen, denk ik dat we al een heel stuk geholpen zijn. En als we dan als de voorlichting naar erbij komt kijken, dan denk ik dat we dan mooi op weg zijn. De jeugd verandert dagelijks en daarom zal er beleid moeten worden gemaakt dat zich leent ter ondersteuning van deze veranderingen. Ook zegt Lansdorf dat er rekening moet worden gehouden met het toegankelijk maken van de gezondheidsdiensten. Als je bijvoorbeeld voorlichting hebt gegeven en je hebt de jongeren gezegd van hey, je moet een condoom gebruiken, je moet de pil gebruiken als je niet zwanger wil raken. Maar het condoom en de pil zijn heel moeilijk te verkrijgen. Dan hebben we dan een ander probleem. Toch? Dus als je bijvoorbeeld hebt gezegd dat ze dat moeten gebruiken, dan moet je het ook accessible maken, toegankelijk maken voor ze. Dat ze er wel naartoe kunnen gaan. En hoe het in Suriname is, een hele kleine gemeenschap. Jongeren zijn bang om naar de kliniek te gaan, omdat ze waarschijnlijk een tante of een buurvrouw daar kunnen tegenkomen. Dus daarom gaan ze niet. Dus dat zijn allemaal dingen. Jongeren beneden de 18 jaar, die kunnen niet zelf gaan naar de arts. Ze moeten met hun ouders gaan of met een pasje van die ouders. Dus dat zijn allemaal zaken die spelen. Het is niet alleen de voorlichting, maar er spelen nog meer zaken. We kunnen meer doen. Helaas moet ik zeggen, omdat ik ook deel ben van een aantal van de instanties, dat er soms wil je meer doen, maar je bent soms ook gewoon, je zit vast en soms financieel ook, je kan bepaalde dingen niet doen omdat je de financiën niet hebt of omdat je gewoon de wegen voor je niet worden opengemaakt. Lansdorf motiveert de jeugd om naar de juiste instanties te gaan indien ze de kampen hebben met problemen. Enkele van deze instanties zijn Stichting Lobby, het Ministerie van Volksgezondheid, de huisarts of een maatschappelijk werker.